Oké, ik ben hier op Schiphol en achter mij staat het vliegtuig. Ik zit een beetje te klooien met het licht. Volgens mij ben of ik te zien of het vliegtuig. Maar goed, ik ga zo op reis, op vakantie naar Sardinië. Het is eigenlijk een familievakantie, maar mijn vrouw en kinderen die hebben niet zo'n zin om op de film te komen. Maar ik zal ook proberen om de James Bond locaties natuurlijk te bezoeken van Spy Who Loved Me. En van het boek, van het jonge James Bond boek Blood Fever. Die locaties ga ik wel pas ongeveer over een week en sommige zelfs pas over 2 weken bezoeken. Dus dan zal mijn haar weer wat langer zijn en mijn baard weer wat langer. Want ik moet zo licht mogelijk reizen, dus ik heb al die spullen niet meegenomen. Maar goed, we gaan het zien. Ik heb in ieder geval zin, we gaan zo boarden en dan hopelijk een goede reis. Zo, aangekomen in Olbia, in het noorden van Sardinië. Het is ontzettend warm, heerlijk, het is prachtig hier. We hebben net de huurauto opgehaald. Geen witte Lotus, maar wel een vette witte Italiaanse auto. Daarmee komen we de bergen wel door, hopelijk. Oké, op naar het avontuur, op naar de fantastische locaties en op naar een geweldige vakantie. Ik ben hier bij de haven in Santa Maria Navarese, of de Marina, zoals het natuurlijk in het Italiaans heet. En we gaan zo een cruise tochtje maken langs de kust. Het is niet echt iets wat Bond heeft gedaan toen hij in Sardinië was, maar het is natuurlijk wel ontzettend gaaf om te doen. En ik dacht, het is gewoon leuk om eens te kijken hoe mooi het is. We gaan een paar stranden ontdekken en grotten ontdekken. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe het wordt. Het is een prachtige dag. De haven ligt er schitterend bij. Het is nog vroeg in de ochtend, dus nu eerst cappuccino. Oké, we gaan zo aan boord. Het is niet dit schip, dat dacht ik eerst, maar het is dat schip. Het is onderweg. Het gaat zo aanmeren en dan gaan we er vandoor. Volgens mij is het een prachtig... ik weet niet, wat is het, een jacht? Een schip? Een boot? Ik weet het eigenlijk niet. Nou, we merken het wel. Ik heb trouwens mijn Disco Volante shirt aan, dus dat moet helemaal goed komen vandaag. Ik voel me net een beetje als Largo. Ik hoop alleen dat we geen haaien tegenkomen of atoombommen of dat soort dingen natuurlijk. Oké, hij komt nu hier binnen varen, dus ik moet in de rij gaan staan met mijn kaartje, anders mis ik de boot. Ik sta hier midden in de grotten. Dit is Grotta del Fico. Ik ben net even van de boot af. Het is ontzettend cool hier. De tour die gaat zo beginnen. Lekker koud ook. Hè? Het is buiten is het meer dan 30 graden en op die boot super warm. Maar hier is het 17 graden. Ik heb gewoon een korte broek aan. Maar het moet goed komen, dacht ik. Ik ga zo mee met de tour. Maar oh man, wat is het hier cool zeg. En dit zijn dus hele diepe tunnels. Een paar kilometer wel hier langs de kust. Spannend, ik hoop dat ik niet mijn klimgereedschap nodig heb. Ik raak steeds meer onder de indruk van deze grotten hier. Wat mij betreft is dit een vette achtervolgingslocatie voor de volgende Bondfilm. Maar ik denk wel dat het qua belichting en zo een uitdaging wordt om dat hier voor elkaar te krijgen. Oké, het is vrijdag 10 augustus.
Dus een week geleden ben ik naar Sardinië gekomen. En afgelopen week heb ik gezeten in de bergen vooral, in Baunei aan de oostkust. Hele hoge bergdorpjes en dingen. Veel gezien. Ontzettende enge weggetjes en zo die gebruikt worden om keihard te racen door de meeste Italianen. Ik heb het overleefd. Vandaag is reisdag. We zijn onderweg van Baunei, waar we hebben overnacht voor een week, waar we zijn gebleven voor een week, naar een andere stad aan de andere kant van het eiland, Bosa. En onderweg naar Bosa kom je door een heel ander soort Sardinië. Het is hier plat, zo'n beetje, een beetje heuvelachtig. Het is prachtig weer. Ze hebben hier ook ineens fatsoenlijke wegen met meer dan één baan. Dus dat is al geweldig. Ze rijden nog steeds als gekken, maar goed. En dan ben je hier in het midden van nergens eigenlijk. En hier is mijn allereerste James Bond locatie. En die is... Even kijken. Daar. Je herkent hem waarschijnlijk niet, want hij komt in geen enkele film voor. Maar wel in het boek Blood Fever van Charlie Hickson. Een jonge James Bond boek. Zijn tweede jonge James Bond boek. Ik sta hier dus in het fort, of in het paleis noemen ze het eigenlijk, van de Nuraghe in Santo Antin. En dit is de binnenplaats. En wat je wel ziet is dat er overal gangetjes en tunneltjes zijn. En hier achter me is die hele hoge toren. Dus we gaan eens even verkennen en kijken waar we allemaal kunnen komen. Ik weet het niet precies natuurlijk, maar ik vermoed dat James daar beneden bij die ruïnes aan de slag was. Samen met zijn schoolgenoten om archeologische vondsten te proberen te ontdekken. Het idee was dus dat ze tijdens hun excursie hier naartoe zouden helpen. En dat ze midden op de dag, een beetje op het moment dat ik hier nu ook ben, op het heetst van de dag, midden in de zomer, daar stonden te zwoegen. Heel verstandig. Ja. Ik sta hier midden in de tombe. Dit is een beetje het centrum. Hartstikke donker hier. Geen idee hoe dit op de film komt. Het schijnt dus dat je wel helemaal naar boven kan. Dus dat ga ik zo even proberen. Maar super hoog hier. Het grappige van dit gebouw is dus, het is super oud. En er is helemaal geen cement of wat dan ook gebruikt. Het zijn gewoon enorme rotsblokken, stenen op elkaar gestapeld. En dat staat hier al duizenden jaren. En het is lekker koud hier binnen, zeg. Dat is wel heel relaxed. Even op zoek naar het gangetje en het trappetje naar boven. En dan kijken wat voor uitzicht daar is. Ha, je kan dus wel helemaal naar boven. Haha, we zijn op de hoogste toren. Kijk eens wat een uitzicht. In alle kanten kan je gewoon zien wat eraan komt. Een fantastische vesting om te verdedigen volgens mij. Dit is dus volgens mij de plek waar James bijna de afgrond instort. En nou, zoals ik al eerder liet zien, tegenwoordig is het allemaal veilig afgezet. Hier zit een glazen plaat, dus het risico is wat kleiner. Maar ik moet niet aan denken om hier naar beneden te storten. Ik ben nog niet zo'n held met hoogtes. Maar hier voel ik me wel veilig. Ik kan me rustig vasthouden aan de stenen. En het is echt heel gaaf om hier te zijn. Nou, ik ben weer buiten gekomen. Het is gelukt om de uitgang te vinden. Het is binnen echt een ontzettende weerwar van gangetjes en trappetjes. Een enorm doolhof. Op een gegeven moment ben je ook bang dat je de uitgang niet meer kan vinden. Maar het is gelukt, gelukkig. Ik ga hier zo weg. Het is echt bloedje heet. Ik ga zo op pad naar Bosa. Voor gewoon de vakantie. Dat gaat wel goed komen. Dat is vlakbij. Dus nog even 3 kwartier rijden. En ik heb mijn Aston Martin t-shirt aan. Dus dat is geen enkel probleem. Oké, de volgende botlocatie uit de film The Spy Who Loved Me. Natuurlijk de witte lotusachtervolging met de motor. Grotendeels is die opgenomen in het noordoosten van Sardinië. Maar ik ben nu helemaal in het noordwesten, vlak voorbij de stad Alghero. Het schijnt, althans volgens de website On the Tracks of 007, dat een klein stukje van die achtervolging, het stukje met de motor, dat hier is opgenomen. Het zou best wel iets kunnen als ik zo om me heen kijk. Die motor die rijdt op een gegeven moment door een vangrail. Die zijn er ook. Even kijken.
Die zijn er wel en die stort dan een klif in. De punaise die zij plaatsen is nog 3 kilometer verderop. Dus straks ga ik nog heel even verder kijken. Het zou best kunnen dat het hier is opgenomen, maar het is wel vreemd. Want de rest van die hele achtervolging, die is dus in het noordoosten opgenomen. Eigenlijk alles is in het noordoosten opgenomen. En die hele scène die duurt misschien maar 10 seconden. Dus waarom zouden ze helemaal naar de andere kant van het eiland reizen voor het opnemen van een stukje weg? Terwijl, als ik eerlijk moet toegeven, alle wegen in Sardinië lijken compleet op elkaar. Het is een compleet geslinger en gewirwar langs bergen, omhoog, omlaag, links, rechts, continu. Wel of niet langs afgronden en vangrails. Ik weet het niet. Aan de andere kant, het is ook wel een prachtig natuurpark hier. Dus alleen daarom is het eigenlijk al de moeite waard om hier naartoe te gaan. James, that motorcycle has been following us for the last mile. Feathers and he still can't fly. Ik ben een klein stukje verder gereden. Ik probeer zo dicht mogelijk bij die punaise te komen die op die website staat van On The Tracks. Achter mij de witte lotus die ik gebruik tijdens deze vakantie. Wacht even hoor, want ik kan natuurlijk niet naar Sardinië zonder een echte witte lotus. Die komt nog van pas later in de week. Als we meer locaties gaan opzoeken met de achtervolging scène van de lotus. Maar ik heb hem vast bij me, want je weet maar nooit. Maar goed, dit is dus volgens de website de plek waar de motor zijn raket afvuurt. Of ongeveer. Het kan ook om de hoek hier liggen. Ik weet het niet. Het ziet er allemaal hetzelfde uit. Het is heet en droog en woestijnachtig. Maar het enige wat me wel opvalt hier in dit natuurgebied is eindelijk heb je hier iets dat lijkt op een klein stukje rechte weg. En dat is in Sardinië al een hele prestatie. Het is nog een beetje vroeg. Het is net 6:30. Het is woensdag 15 augustus. We zijn al bijna 2 weken op vakantie. Ik loop hier door het binnenstadje, het oude binnenstadje van Bosa, helemaal aan de oostkust. En de vakantie is bijna voorbij. Er zijn nog 2 dagen te gaan. Het zijn wel 2 dagen waar ik ontzettend naar uitkijk. Af en toe een beetje om me heen kijken hoor, want het is levensgevaarlijk om hier rond te lopen als je niet uitkijkt. De straten zijn zo onregelmatig en er lopen overal zwerfkatten, weet ik veel wat, voor je het weet breek je nek. Hoe dan ook, de komende 2 dagen heb ik heel erg zin in, want we gaan weer op pad. Vandaag is weer een reisdag. We gaan naar Olbia, onze derde verblijfplaats. Dat is weer vlakbij bij het vliegveld. Maar onderweg naar Olbia gaan we eerst langs Palau, de havenstad in het noorden. Dat is een bondlocatie, daar gaan we naartoe. En vlakbij Palau ligt nog een tweede bondlocatie. En ik hou nog heel even geheim wat het is, maar dan komen we hopelijk later op de dag. En dan hebben we morgen de hele dag voor alle overige filmlocaties van The Spy Who Loved Me in het Noordoosten. Dus het is nog even een beetje plannen welke route we morgen nemen, maar het wordt wel ontzettend gaaf. Even kijken hoor, moest ik hier nou naar links of naar rechts? Ik ben onderweg naar de bakker. We moeten eerst nog ontbijten. Dit is de bakkerij trouwens, waar je vanaf 4 uur 's ochtends verse broodjes kan kopen.
mensen. Ze zijn hier druk aan het werk. De winkel is eigenlijk nog dicht. Maar overal staan dus manden. Je kan hier gewoon binnenlopen. Sommige mensen spreken Engels. Hier is de kassa. Kun je bestellen wat je wil. Ik heb mijn broodjes, ik heb mijn verse croissantjes. We gaan op pad. Na een tocht van 180 kilometer door bergweggetjes, smalle straatjes enzovoort, is het bijna middag. En ben ik aangekomen in Palau, in het noorden van Sardinië. En nu is het op zoek naar de haven. Ik sta hier zo'n beetje op het uiterste puntje van de haven. Als ik me omdraai, kan niet echt veel verder. Ja, een paar stappen. Er gaat een ferryboot achter me net weg. En hier achter me komt net een ferryboot aan. De vraag is, wie rijdt er van die ferryboot straks af? Is dat, net als met Spy Who Loved Me, is dat Q in zijn witte lotus of niet? Want dat is hier dus opgenomen. Dit hier bij de haven van Palau is de aankomst van de beruchte, de beroemde, de iconische witte lotus. En nu ik hier nu 2 weken bijna in Sardinië rondloop, valt het me ook op dat bijna alle auto's wit zijn. In elk geval grotendeels alle auto's zijn wit. Misschien tegen de hitte. Het is in ieder geval wat we te horen kregen toen wij onze huurauto ophaalden. Wit is beter tegen de zon. Is daarom de lotus ook wit? Het zou kunnen. Ik weet het niet. Ik ga even op zoek naar de beroemde rood-zwarte paal. Want die is in de scène prominent aanwezig. Major Boothroyd. Morning, Major. Look what Q's brought for us. Isn't it nice? Right. Now, pay attention, 007. I want you to take great care of this equipment. There are one or two rather special accessories. Q, have I ever let you down? Frequently. Dit zou hem kunnen zijn, deze paal hier. Er is in ieder geval geen rood-zwarte paal meer. Het zou ook die kunnen zijn, maar ik denk het niet. Ik heb overal gekeken. Het is wel een hele lange, maar dat zie je niet in de film. Maar er is geen exacte rood-zwarte paal meer. En sowieso ook de bordjes die ze hier hadden, die zijn allemaal aangepast. Wat ik wel nog zie, ik weet niet of dat hier goed te zien is, daarachter heb je wat rotsen die ook te zien zijn in de scène met Q. En er staat natuurlijk een mooie witte auto nu achter me, maar dat is niet de Lotus. Heel even wachten. Zo. Nou is het helemaal af. Daar is de lotus. Alleen niet echt wieletjes, maar goed. Deze hoort hier natuurlijk. Even op zoek naar een geschikt plekje. En verder is hier in de haven eigenlijk niet zoveel te doen. Er zijn auto's die de ferryboten oprijden. Het is erg veranderd, maar ja, dat kan ook niet anders na 40 jaar. De marktkruimpjes die je in de film ziet, die zijn vervangen door achter me. Restaurantjes en borden en al die dingen. Ik vraag me nog steeds een beetje af hoe Bond en Anja aan die paard en wagen kwamen. Waar ze mee aankwamen, maar goed. Ook dat is een mysterie dat niet opgelost gaat worden. Vlakbij, dan moet ik even draaien, is de volgende uitdaging. Daar, ver in de bergen. Dat is de volgende locatie. Dat is een paar kilometer hier vandaan. Het is niet uit de film. Ik hoop dat ik er kan komen.
Ik sta hier bovenop Capo d'Orso, Bear Rock, de berenrots. Hier achter mij zie je een stuk van de kop en ik sta superhoog. En daar achter mij, daar is Palau en daar is de haven waar ik net was van The Spy Who Loved Me. En Capo d'Orso komt voor ook in het boek Blood Fever, de tweede jonge James Bond van Charlie Hickson. Dan gaat James, als hij op bezoek is in Sardinië, op excursie, gaat hij een keer hier naartoe samen met zijn oom en dan klimt hij hier de rotsen op. En dan staat hij hier tussen die voorpoten van de beer en dan kijkt hij uit. En het is ontzettend gaaf uitzicht, het is zo ontzettend prachtig hier. Het is bijna niet te bevatten. Hoe dit door de wind is gesleten, versleten. Hier dan zie je de kop een beetje goed. Hoe dat zo mooi is gemaakt. Eigenlijk de laatste dag van onze vakantie in Sardinië. Morgenochtend vliegen we weer vroeg naar Nederland. En vandaag is ook de dag dat we de meeste James Bond locaties gaan bezoeken. En vandaag staan er maar liefst 5 locaties op het programma. We zitten momenteel in Olbia. Het is 5 minuutjes rijden vanaf het vliegveld, dus dat is morgenochtend heel handig. En het is ook niet heel ver rijden hier vanaf alle locaties. Ik denk dat de locatie die het verst weg is 3 kwartier vanaf hier. Maar het blijven natuurlijk bergachtige slingerweggetjes, dus het is even een beetje uitproberen hoe het loopt. Ik heb speciaal voor vandaag mijn Leparis Stromberg Sardinia Atlantis shirt aangetrokken. Dus dat moet helemaal goed komen. Ik heb ontzettend veel zin in vandaag. Ik hoop dat het lukt om alle locaties te vinden. Het wordt ook een beetje gepuzzel. En ik hoop natuurlijk dat onze eigen huurauto het nog even volhoudt. En dat mijn kinderen het volhouden om meegesleept te worden. Want je zou maar zo'n gekke vader hebben. Oké, de eerste locatie van de dag is een beetje een tegenvaller. Ik sta in het kleine dorpje San Pantaleo. En op de website vanochtend nog gelezen, Hunting Bond, dat dit een echt authentiek Sardiens dorpje is. Waar het rustig is, waar het uitgestorven is. Waar het pas vanaf 's avonds een beetje tot leven komt. En ik heb echt net gewoon een uur rondgereden op zoek naar parkeerplaatsen. Het is verschrikkelijk, er is een soort markt. Het is stervensdruk en je herkent het helemaal niet. Maar hier achter mij is de kruising. Waar de achtervolging begint tussen Bond en de motor. Dus ik laat een stukje film straks zien. Maar er is niks van te herkennen hier. En dat komt door alle kraampjes en alle toeristen. En dat is wel heel jammer. Er is nog één ander shot uit dit kleine dorpje ook. Wat ze gebruikt hebben. Vlakbij de apotheek. Die ga ik nu nog even opzoeken. Het is niet anders. Dit is de tweede locatie binnen dit dorpje. Je ziet daarachter groene luifels. Je ziet meteen iets van de chaos van vandaag in verband met de markt. Dat is de apotheek. In de film zijn dat nog rode letters, Farmacia. Hier is nu een groene luifel. Dit is ook het begin van de markt. Iedereen komt hier toestromen. Het is cacophonie. Hier rijdt de Witte Lotus langs samen met de motor erachter. En dan zitten er hier langs de weg zitten dan... Of moet ik even zeggen, daar langs de weg moet ik zeggen. Daar zitten dan oude mannetjes. Net zoals nu eigenlijk. Die zie je overal hier in Sardinië. Helaas, het is niet zo authentiek als 41 jaar geleden toen Spy uitkwam. Maar ja, dit was locatie 1. Nu gaan we naar locatie 2. Ja, dit is hem dan. Ze hebben wat uitstulpsels aan het einde gebouwd. Of die hadden ze weggehaald voor de film, dat weet ik niet. Maar dit is het bier. Ze hadden er wat dozen op gezet. En hier rijdt de auto, de camera die staat dan aan die kant. En die duikt zo het water in. Can you swim? Goed, dat waren de 2 verste
locaties voor vandaag. De andere drie liggen vlak bij elkaar. Even kijken in welke volgorde het handig is om die te bezoeken. We gaan in ieder geval proberen om het grote, dure, luxe hotel binnen te komen. Maar het schijnt dat het daar lastig is om te filmen. We gaan het maar gewoon proberen. Ik ga nog even genieten hier van deze iconische plek. En dan zo door naar nummer 3. Het is bijna niet te zien op dit shot, ik sta hier echt langs de snelweg. Maar daar is de baai van het hotel, daar loopt de lange pier waar Naomi met de speedboat langs vaart. Ik moet weer gauw verder, ik ben niet helemaal goed geparkeerd. Op zoek of we naar een parkeerplaatsje om het hotel ook daadwerkelijk in te gaan. Ik zit hier in de lobby van het Hotel Caladivolpe en eigenlijk mag je hier volgens mij niet echt opnames maken, dus ik doe het een beetje stiekem. Lopen allemaal mannetjes rond. Voel me niet helemaal mijn gemak. Volgens mij is dit een soort 8-sterren hotel of zo. Ik ga kijken wat lukt met filmen en of het lukt om wat locaties te zien. Ik heb al een shot van de receptie in elk geval. Die ziet er volgens mij nog aardig hetzelfde uit als 40 jaar geleden. Buongiorno. Buongiorno, signor, signora. You have a reservation for me. The name is Sterling. Ah, yes. Mr. and Mrs. Sterling. Booked from Cairo. That's right. We have suite A5 for you, a sitting room and two bedrooms. Moneypenny being a little over-efficient. Mr. Sterling? Yes? I'm Naomi. Mr. Stromberg sent me to collect you. How do you do? This is my wife, who also happens to be my assistant. You are on holiday here? Well, there's an ocean. A marine biologist is never on holiday. Can we offer you a drink before we go? No, thank you. Mr. Stromberg's a very busy man. His time is precious. What a handsome craft. Such lovely lines. Het is echt super onwerkelijk om hier nu te staan. Locatie 3 van vandaag. Caladivolpe. Wat een ontzettend prachtig hotel het is. Hier is een soort paradijs. En als ik zo om me heen kijk, overal luxe, rijkdom. Ik kan me wel voorstellen waarom de bond mensen hier wilden filmen. Het is schitterend. Het enige wat nu nog ontbreekt is een speedboot die me oppikt om mee te nemen naar Atlantis. Graag ja, je kan niet alles hebben. Volgens mij is dit het trappetje dat Bond en XXX aflopen als ze naar Naomi gaan naar de speedboot. Want hier meteen achter mij ligt de haven. Maar ja, er is dus geen speedboot met Naomi er. Ik ga eens even kijken of ik hier op het terrasje kan zitten en even iets kouds drinken. Want man, wat is het heet. Nou, gevonden hoor. Ik sta hier midden op het Spiaggia Capri Chioli. Het beroemde strand waar de witte lotus weer uit het water het zand op rijdt en waar Roger Moore een visje dropt. Het is ietsje drukker dan in die tijd. Ook hier op de websites
Hunting Bond en On the Track zeiden ze rustig strand, voldoende parkeergelegenheid. Nou, het staat stampvol, de auto staat een paar kilometer terug en ik heb een stuk moeten lopen, maar het is hier prachtig. Dit was locatie 4. Nog één te gaan. En die is op de weg weer terug naar Olbia. Nou, daar ben ik dan. Locatie nummer 5. De laatste. Het is hier natuurlijk ook weer ontzettend druk. Dus het is lastig misschien te herkennen. Maar als je goed kijkt, zie je daar achter net een muurtje. Ik zal straks kijken of ik nog een close-up kan krijgen. En dat is een muurtje waar Bond in zijn Lotus omheen spint om de helikopter te proberen kwijt te raken. Dit is de weg, de SP94. En die loopt van het Hotel Cala di Volpe naar Olbia. Dus dat is mooi voor ons op de weg terug naar ons laatste huisje. En dit is dus ook de weg waar ze grotendeels die hele auto-achtervolging hebben gefilmd. Dan kom ik nog even terug op iets van eerder deze week. Dat we helemaal naar een natuurpark waren gegaan voor een shot waar ze iets stukje met de motor hadden gefilmd. Ik vraag me echt af of ze dat daar hebben gefilmd of niet. Want waarom zou je helemaal naar de andere kant van het eiland gaan voor een shot als je eigenlijk hier alle soorten wegen hebt die je nodig hebt? Ik weet het niet. Ik durf het niet met zekerheid te zeggen. Maar goed, de website On the Tracks of 007, die zei dat zo. James. Yes, I know. Don't tell me. Mamma mia, che è successo? Oddio, tutto distrutto! Hier zie je dat muurtje nog even een keertje. Het is natuurlijk een auto tegenaan geparkeerd. Nog een leuke anekdote over die achtervolging is... Er was bijna een ongeluk gebeurd, dat is niet zo leuk, maar goed, het verhaal is natuurlijk wel een beetje typisch sardines, of hoe dat dan ook heet. Ze hadden afgesproken met de politie om de weg af te zetten aan beide kanten. En ze hadden van elkaar te horen gekregen, ja hoor, is helemaal veilig, is afgezet. En toch kwamen er ineens tegenliggers. Wat bleek nou? De politie die had aan één kant de weg twee keer afgezet. Alleen het ene team stond net voorbij een bochtje ten opzichte van het andere team. En dat hadden ze van elkaar niet door. Dat lijkt misschien heel oenig. Maar nu ik 2 weken hier heb rondgereden in Sardinië, kan ik me dat ontzettend goed voorstellen. Want het is hier een gekronkel en een gedoe. Dus ja, het is best lastig. En het verkeer is meer zoiets van, weet je, zodra je ook maar enigszins het idee hebt dat het enigszins kan, ga maar gewoon en doe maar gewoon. En dat is niet echt wat we in Nederland gewend zijn natuurlijk.
maar wel hoe het hier is. Er is hier overal een overschot aan auto's. Dat is in de film wel anders. In de filmclip is dit heerlijk verlaten hier. Kom, volgens mij gaat nu net die auto weg. En dan zie je nog even het muurtje. Daar kan je omheen. Met je Lotus. Zo. Vet gaaf. Goed, mijn laatste video. Ik ben op het vliegveld in Olbia ingecheckt, door de douane en alles. En nu is het wachten tot we gaan boarden en dan naar huis. En in die 2 weken ben ik volgens mij ietsje bruiner geworden. Mijn baardje is wat gegroeid, mijn haar is wat langer. Nou, je snapt ook wel dat ze op zo'n lange filmproductie van een James Bond film elke dag haar en make-up mee hebben. Maar goed, die luxe heb ik niet. Sorry dat ik er wat gaar uitzie. Maar het was vroeg vanochtend. Ik heb gelukkig wel mijn Moonraker shirt aan. Dus ik denk dat de vlucht prima zal gaan. Moet goed komen, toch? Ik hoop dat het leuk was om alle locaties te zien van The Spy Who Loved Me en Blood Fever. Ik vond het heel erg gaaf om ze te ontdekken, maar natuurlijk ook alle andere dingen die ik gezien heb in Sardinië. Prachtige natuur, met stranden en bergen en alles. Het is echt schitterend en een aanrader om eens te doen. Ik weet niet of ik per se in het hoogseizoen, zo halverwege augustus, zou gaan. Het is erg druk, erg heet. Maar ja, wat wil je anders in de Middellandse Zee? Dat was hem voor nu. Ik hoop dat het een leuke video is geworden. En nou ja, wie weet wat de toekomst brengt. Maar vooralsnog ben ik erg trots op mezelf dat het gelukt is om al deze locaties te vinden van The Spy Who Loved Me. Maar ja, nobody does it better. Ciao!